ben Dominique de Ruiter. Ik schrijf mijn eigen songs. Ik speel gitaar, ik speel een beetje drums, ik speel piano en ik zing. Klinkt niet echt zo. Is te soft. Misschien toch een keer proberen met gitaar. Ik ben blind geboren, dus ik speel eigenlijk op het gehoor. Iemand speelt iets voor en dan speel ik het gewoon na. Oei, oei. Dat was niet dat. Voorlopig zit ik eigenlijk zonder band. De corona was voor iedereen moeilijk. En diverse projecten zijn eigenlijk uit elkaar gevallen. En nu heb ik mijn eigen solo-project gewonnen met mijn naam Dominique. Ik ben meest into echte gitaarrock, omdat er daar het meest gevoel in zit. En als ik zelf schrijf, dan kan ik daar ook het meeste gevoel in steken. Dank hem wel, de Gus. Gus, goedemiddag. Dominique? Hey, Dominique. Ik heb die track beluisterd van WeTransfer. Dat is goed, hè? Het is juist nog de vocals. Allee, ik denk dat ik er zeker mee weg kan. Ik heb aan de tekst al... iets gevoefeld, iets van woke, it's such a joke, is dat niet zo? Dat is goed, ja, ja. Dus, St. Lucas en Choose Life. Choose Life. Het is altijd spannend als je moet optreden, je weet nooit wat dat gaat zijn en wat dat voor het publiek is. De haar ligt toch een beetje fresh out of bed, leuk. That should do. Dit is eigenlijk een optreden van verschillende mensen die eigenlijk opgeleid zijn in een workshop. Een workshop die poëzie en tekst als basis heeft. Maar je mag ook iets met muziek doen, dus in dat opzicht doe ik iets met mijn eigen song. Wil je met mij mee naar de zaal? Ja, jawel. Hey, deze. Alright. Kijk wat een mooi weer dat is. Ik zie er hier in zitten. Oké, maar niet zie zitten, stik het licht aan. Right. Okay. Two. Inclusion, damn illusion, baby. Do you figure I should hide my face? I'm woke, it's such a joking, baby. Do you think I should... Ik denk eigenlijk niet dat ik om wat voor reden dan ook zou stoppen met muziek. Dat is een vuur die in me brandt, dus dan moet het in alle tijden onderhouden worden. Persoonlijk ben ik wel iemand die belangrijk vindt hoe dat publiek reageert. Hoe meer respons, hoe beter dat ik me daarbij voel. Muziek is een soort van therapie. Echt probleemoplossend op lange termijn, dat nu niet. Maar it's the drug that keeps me alive. Na een optreden is er eigenlijk niets dat toffer is dan je nog een beetje ontspannen op je instrument. Bij mij is dat meestal piano. Gewoon wat chillen.